van die, welvaart. Wanneer was die precies? Nou ja, dat, we gebruiken dat begrip voor de 17e eeuw. En je kunt dat iets eerder laten beginnen, eind 16e eeuw, wanneer Nederland zich losmaakt eigenlijk van Spanje. Ja. Hè? En mogen we het hier nog gewoon hebben over de Gouden Eeuw? Want 50 kilometer verderop doen ze daar heel moeilijk over te hebben. Nou, inderdaad, er is een aardige discussie losgebarsten. En wij als Haags Historisch Museum houden vast aan die term de Gouden Eeuw. Er is wat ons betreft voldoende Musea ook, hè, hoor ik. Andere musea Rijksmuseum ook. Zei ook van wat een onzin. Precies, de meeste musea zullen dat begrip gewoon blijven gebruiken. Ja. Maar je moet daar wel kritisch naar kijken. Dus volgens mij gaat het er vooral om niet of je die term gebruikt of niet, maar wat voor beeld van die eeuw geeft. En daar moeten ook zeker de negatieve kanten aan bod komen.